Dat zijn de Havels en Mandela's van de toekomst. Mensen die opgepakt zijn en mensen die gemarteld zijn ook. We moeten gewoon tegenwoordig mondiaal denken en lokaal handelen. En Shelter City is daarvoor een fantastisch instrument. Een programma om mensen te helpen, bijvoorbeeld met wat opleidingen, wat coaching, zodat die mensenrechtenverdedigers in hun eigen land nog beter hun werk konden doen. In de raad was er een meerderheid om Nijmegen Shelter City te maken. Dus sinds 2014 zijn we dat dan ook. When they said you have been selected, I was very happy. I was ecstatic. And for me, I was ecstatic for the fact that I would be at least safe for 3 months. When I came to Nijmegen in Shelter City is a guest of Shelter City program, so I had completely broken. De burgemeester en ik zitten dan echt, als we dat gesprek gehad hebben met zo'n gast, zitten we even zo samen van oké, weet je, laten we even stilstaan bij hoe goed wij het hebben. I gave my first international talk through the Shelter City program. I am now empowered to get back home and really start on a new strategy on how I continue to save this environment. Die nog het optimisme hebben om hier te komen en weer even strijdlustig of weer opgepept terug te gaan, dan kunnen wij in dit door en door verwende land een heleboel van leren.